ik hou gewoon heel erg van voetbal, dus daar heb ik wel plezier in. Dat heb ik altijd gehad. Het is ook mooi vaak als mensen mooie trucjes doen op het veld of passeerbewegingen. Dat vinden mensen toch leuk om te zien over het algemeen. Dus ik denk dat het voetbal ook veel vreugde brengt. He's a lovely player to watch. It's a joy to watch him play. And for a player of his age to take that level of responsibility is phenomenal. For somebody at that age to be playing both sides of the ball as well as he does, it's a very rare talent. For me, he's one of the best. He's certainly one of the best young midfield players in the world, and will probably become the best midfield player in the world in the not too distant future. Frenkie de Jong neemt. Ja, dat doet hij natuurlijk altijd. Veel risico. En ook nu loopt dat allemaal prima, want hij heeft hem. Voetbal met zo'n ongelofelijke nonchalante vrijheid. Ja. Hij doet het echt, maar ook fluitend. Lachen is dit gewoon. Hij gaat natuurlijk naar zo'n wedstrijd. Nou, lekker ballen. Komt daar het trainingsveld op. Eerste keer. En iedereen staat met zijn bek open. Ja. Hij is gewoon de patron, hè, zeggen ze. Is toch geweldig? Hij durft echt uit te stellen. Hij is zo comfortabel aan de bal. Het gaat zo gemakkelijk en dat is wel, dat straalt wel heel veel klasse uit, hoor. Als je zo simpel kan spelen, weet je wel. Alsof het geen moeite kost, alsof iedereen dat zou kunnen. Ja, als ik Frenkie naast me heb, dan speel ik graag de bal naar hem. Omdat ik weet van, hij bedenkt wat, hij heeft iets in zich wat niemand heeft. Alle ballen naar Frenkie? Alle ballen naar Frenkie? Ja, dat is echt wat een speler. Als kind probeerde ik altijd wel andere dingen of mooie dingen te doen. Omdat dat geeft jezelf ook gewoon een gevoel van blijdschap, trotsheid, wat dan ook. Dat is gewoon echt een lekker gevoel. Weet je wat hij doet ten opzichte van heel veel andere middenvelders? Hij maakt tempo. Weet je, je ziet vaak, ja, maar je moet niet zo lang met de bal. Maar hij maakt juist heel veel tempo met de bal aan de voet. Waardoor dus middenvelders achter hem aanmoeden en verdedigd moet dan kiezen. Of moet ik naar hem toe of moet ik bij mijn eigen speler blijven? Ik denk dat het bijzonder is om met zo iemand te spelen. Hij heeft een kwaliteit, hij heeft een gochme, een charisma over zich. Heel veel begint en eindigt wel bij hem. Messi die gaat ook gewoon naar Frenkie de Jong en van, weet je, jij bent een echte goede voetballer. Hij hoort gewoon bij de beste drie. Daar komt de voorzet, daar komt Frenkie de Jong. De Jong heeft de bal en het schiet raak. Ja! 1-1. En is het notabene Frenkie de Jong die Nederland hier naast de Duitsers brengt. Wat een schitterend doelpunt. Maar je kon gewoon zien dat het een goede speler is. Dat ziet iedereen toch? Dan kun je toch binnen 1-2 acties die hij maakt. Dan zie je toch gewoon dat die kwaliteit. En als je er dan overstapt. 3 of 4 verspeelt, dat maakt er niet uit. Maar je ziet gewoon daarvoor dat hij echt zoveel kwaliteiten bezit. Hij maakt het voetbal zoveel makkelijker en bijna zoveel eenvoudiger. Dat is de kwaliteit van hem. Dan konden wij dan nu met een strandbal, man. Ik weet het niet. Jij niet. Jongen, kan. Maar ik ken voetballen helemaal niet. You stand to talk about the perfect footballer here, particularly for somebody in the middle of the park. You know, to play in the middle of the park is one of the toughest places to be able to be composed and to make time for yourself. And De Jong, every time he gets it, whether there's somebody up his back or not, seems to have time to play not only play a pass, but actually play positive passes and pick out a teammate. I think the beauty of De Jong's game is that when he does have the ball, he can pick out a pass, whether under pressure or not. When he receives the ball, he already knows where to play the ball. En er was maar één die er bovenuit stak, en dat was Frenkie de Jong. Dat is de enige speler die als een Ajax ziet, met flair en een beetje creativiteit voetbalt. En die neemt dan wel eens een risicootje, waardoor hij ook wel eens een keer balverlies leidt. Maar daar ga je voor naar het voetballen kijken. Geweldige voetballer, groot inzicht. Hè? Dus het zijn niet alleen de dribbles, het is eigenlijk een hele plaatje met vooruitdenken wat hij beheerst. Ja, en dan zie je in het hedendaagse voetbal en ook in het Nederlands elftal, heb je gewoon behoefte aan dat soort spelers. Iedereen is lovend over hem. In alles wat hij doet, doet hij met een glimlach op zijn gezicht. Zo zou je eigenlijk iedereen willen zien. Maar ja, het is een genot om naar te kijken, moet ik zeggen. Dat maakt ook voetbal, als we het over voetbal maakt dat echt mooi. Als iemand opeens iets onverwachts doet, daar zit iedereen toch op te wachten. Iedereen hoopt daarop, zeg maar thuis en in de stadions. Vraag jongens, met wie is de beste speler met wie je hebt gespeeld? En dan is het van, ja, Frenkie.